De splinternieuwe brandweerkazerne in Almere Poort. Bouwkosten 1 euro. Of een nieuw schoolgebouw. Ook neergezet voor 1 euro. Dat is natuurlijk heel raar en uit onderzoek van onder andere professor Schot Anus van de Universiteit van Utrecht en deskundige op het gebied van aanbestedingen is het niet te verdedigen. Op het moment dat de overheid flauwekulcijfers publiceert, dus overal 1 euro en we moeten maar gissen wat het daadwerkelijk bedrag is geweest, ja, dat draagt er niet bij aan het vertrouwen in het systeem. Oké, het mag niet. Almere doet het toch. Fictieve bedragen invullen. 1 euro voor een miljoenenproject. Enerzijds zit het in kennisgebrek, dus dat men niet bedenkt dat het verplicht is om deze data te publiceren. Want het gaat om het uitgeven van overheidsgeld. En anderzijds is er ook soms een gebrek aan bewustzijn van de belangen van. Waarom moet je eigenlijk als overheid transparant zijn over hoe je je geld uitgeeft aan externe leveranciers die werk doen voor de overheid? Ja, waarom zou je dat doen? De professor is er duidelijk over. Het is gemeenschapsgeld en hoe dat wordt uitgegeven is dus goed om te laten weten. En het voorkomt corruptie, vriendjespolitiek, dat een neefje van een wethouder opeens allerlei grote opdrachten krijgt toegespeeld. Daarom is dus Europees afgesproken dat je vertelt wat een opdracht echt kost. Maar wat nou als je dat gewoon simpelweg nog niet weet? Dit zijn allemaal grote projecten. Het gaat altijd om projecten van meer dan 100.000 euro. Dat is enorm veel geld. Je hebt vaak wel een beetje een beeld bij wat het ongeveer gaat kosten. Ja, dus je kunt in ieder geval een inschatting. De gemeente heeft ook altijd een raming gedaan. Er moeten ook in de budgetten moeten terug gaan komen. Dus die inschatting die kun je wel delen, ook al weet je misschien niet precies het exacte getal. Niet alleen Almere vult 1 euro bedrag in. Op veel plekken in Nederland gaat het mis. Zo mis zelfs dat we een van de slechtste zijn van Europa. Het argument dat de professor vaak hoort voor het invullen van 1 euro is dat als je het echte bedrag invult bij de opdracht, je concurrentiegevoelige informatie weggeeft. Hij noemt dat onzin. Het concurrentiegevoelig is een offerte, is het verhaal dat erachter zit. Hoe kom je tot de opdracht? Wat ga je precies doen? Waar haal je materialen vandaan? Wie zijn jouw onderaannemers? Allemaal dat soort dingen. Ik pleit er niet voor om dat soort data openbaar te maken, maar wel het totaalbedrag. En daar zit bijna nooit de concurrentiegevoeligheid in. De gemeente Almere laat in een reactie weten dat er vaak 1 euro ingevuld wordt omdat het exacte bedrag nog niet bekend is. Maar ze wil zich wel graag aan de regels gaan houden. Daarom gaat Almere kijken hoe het beter kan. De stad wil nu voortaan de echte waarde of de hoogste en laagste inschrijfprijs invullen. Nou, die herken ik dus niet. Want in principe moet je de waarde van de opdracht zelf, en dat is dus de waarde van de winnende inschrijver. En dat kan de partij zijn die het goedkoopst is, maar dat is natuurlijk niet per se zo. Dat kan ook misschien wel de partij zijn die het duurste was, maar die hele goede kwaliteit oplevert. Dus het gaat niet per se om de hoogste en laagste prijs, het gaat om de prijs van de winnende inschrijver. Dat is het bedrag dat je invult. En als je meerdere partijen contracteert voor een klus, dan doe je de som van al die bedragen bij elkaar.